Ja, Colleen, jullie spelen met 2-2 gelijk nadat jullie met 2-0 achterkwamen tegen Den Bosch. Uiteindelijk kun je misschien concluderen dat jullie toch 2 punten nog verloren hebben. Ja, ze voelden het wel een beetje. Ik denk geen goede eerste helft, maar een hele goede tweede helft. En volgens mij bij de tweede helft hebben we alleen maar op hun helft gestaan. Veel corners gehaald, kansen, 1 balletje op de lijn die er net niet ingaat. Dus het voelt wel een beetje, ja, een beetje zuur zaten we wel in de kleedkamer. Klopt. Laten we eens beginnen bij die eerste helft. Jullie komen binnen een minuut of 5 al met 1-0 achter. Uiteindelijk kom je natuurlijk 2-0 achter in die eerste helft. Er ging een hoop niet goed in. Nee, klopt. Deze 2 goals die erin gaan zijn veel te makkelijk. Volgens mij waren het een beetje 2 dezelfde goals. Gewoon een bal die voorlangs wordt geslagen. En die iemand ligt daar volgens mij een half uur al met een stik op de grond. En dat is gewoon te makkelijk. Weet je, dat mag gewoon niet. En het is veel te makkelijk om zo Den Bosch laten scoren. Dus dat was gewoon niet goed. Maar ik denk ook gewoon onze verdedigende duels waren überhaupt niet heel sterk. We zaten er veel te ver van het duel af. En in de rust gewoon gezegd, jongens, weet je, we kunnen allemaal leuk proberen te spelen tegen Den Bosch. En maar het moet wel gewoon goed zijn, weet je. Als je 2-0 achter zet tegen Den Bosch, dat kan gebeuren. Ze hebben spitsen die makkelijk scoren. Alleen wel met goed hockey en niet met, met slecht hockey. Ja, want na rust, dat was echt een wereld van verschil, hè? Ja, daarom, dat vind ik echt heel knap. Want de eerste helft was niet best. En dat je het dan zo om kan zetten, dat je gewoon je eigen niveau haalt. En Den Bosch gewoon eigenlijk de hele tweede helft onder druk zet. Dat is gewoon supergoed. Want kun je eens benoemen wat echt heel veel beter ging? Ja, ik vond vooral de druk in de duels. Ik denk dat we echt... Den Bosch slaat redelijk veel lange bal naar voren. Hè? Veel gericht op Liedewijn en Matla. Maar daar zaten we echt voor. We hebben veel intercepties gepakt. Ook hoge ballen die gewoon, waar we gewoon positioneel heel goed stonden. En ik denk de eerste helft dat we daar positioneel niet goed stonden. En, een aantal jonkers gaven ook aan dat ze het tweede helft in de organisatie beter vonden staan. Dus dat hebben wij dan als oudere spelers wel beter gedaan dan die eerste helft. Dus, maar dat zie je dan wel terug. Dat we gewoon veel meer ballen afpakken, clean. Hè? Dat we positioneel meteen goed staan, meteen een aanval konden opbouwen. Dat vond ik met name echt wel beter dan de eerste helft. Ja, ik heb de afgelopen jaren een hoop wedstrijden tussen Den Bosch en Stichtse gezien. Maar ik heb toch eigenlijk zelden gezien dat jullie Den Bosch, zoals nu in de tweede helft, zo eigenlijk bij de strot grepen. Ja, nou ja, weet je, we hebben vorig jaar denk ik ook in de play-offs goede wedstrijd tegen gespeeld. En dat heeft wel vertrouwen gegeven. En ik denk nu als ik naar de groep kijk met de nieuwe spelers die erbij zijn gekomen, allemaal jonge oranje spelers, dat je in de breedte gewoon net wat sterker bent. En dat zie je dus ook wel terug in zo'n wedstrijd, dat je gewoon dichterbij komt. Ja, want natuurlijk Jibbe Jansen is er natuurlijk bijgekomen, die natuurlijk ook een belangrijk wapen strafcorner heeft. Ja. Pien Dikke erbij, Fabienne Roze erbij. In die zin zijn jullie inderdaad in de breedte al sterker geworden. Ja, klopt. Ja, weet je, het zijn ook gewoon allemaal spelers. Fabienne heeft al jaren bij Laren gewoon steady gedaan. Jibbe en Pien zijn gewoon ook hele steady factoren. Jong Oranje spelers. Vandaag was Kaya geblesseerd, die doet niet mee. En dan is het natuurlijk heel lekker dat je Jibbe hebt met de corner. Dat is ook een verschil met vorig jaar. Kijk, ik denk dat dit soort wedstrijden worden toch wel ook wel beslist op details. Misschien nu nog niet, maar straks in de play-offs wel. En met Jibbe en Kaya op kop, ik gewoon 2 goede corners. En vorig jaar was dat anders. Dan kon Den Bosch misschien redelijk makkelijk lezen, omdat 90% bij ons van Kaya kwam. Maar dat wordt dit jaar moeilijker. Dus ik denk daarin dat we gewoon goede aankopen hebben gedaan, moet ik zo zeggen, in de zomerstop. En ik denk dat we goed draaien.